More backstage, ik sta gewoon in Antwerpen bij de bavianen. En het zijn geen bavianen, maar super toffe gasten. Nick en Simon. Hey, en jongens, eerst en vooral, het is een fantastisch leuke nieuwe serie. Klopt. Wijzer dan je was. Klopt ook. Hoeveel wijzer zijn wij dan al waren? Of worden we door jullie? Ik ben een dagje wijzer dan gisteren. Oké. Okay, het is een fantastisch mooi nummer. Ja, dat is echt bijzonder. Wat gaat dat liedje nu? Dat kan Simon vertellen, die heeft het geschreven. Sorry, Simon. Oh, het liedje gaat erover dat iedereen eigenlijk heel oud wil worden, maar niemand wil eigenlijk oud zijn. Oké. Okay. En dat dilemma, die balans wat je daartussen moet zien te vinden, daar gaat het liedje over. Het nummer is ook afkomstig van jullie album 4, het is ondertussen ook al dubbel platen. Ja, ja, in Nederland dan. In Nederland, ja, in Vlaanderen vooralsnog niet, maar we zijn wel aardig op weg in Vlaanderen. Mm-hmm. Maar in Nederland dubbel platen. En jullie kregen ook voor het vorige album, vandaag, 4 maal platina. Ja. Wat doet dat met een mens? Nou, dat doet een mens goed. Ja? Ja. Dat is een award die natuurlijk in deze tijd niet vaak uitgereikt wordt. Eigenlijk zeer zelden. En wij mochten in ontvangst zijn voor de verkoop van meer dan 200.000 albums. Van de album vandaag. En dat is iets wat we ook vertellen zijn aangekomen. Ja. En heel blij mee zijn. En ondertussen ook. Al meer dan 100.000 tickets gekost voor de Symfonica in Rossum met Nick en Simon in oktober. Ja, inderdaad. Hoe speciaal dat gaat worden, hè? Dat gaat heel speciaal worden. We zijn druk bezig met de voorbereidingen en kunnen uiteraard nog niet heel veel verklappen. Wel, de gasten zijn al wel bekend. Het zijn Acta en de Munich, 3J's en Pearl Josephson, die wij weer coachten bij de Voice of Holland. En hoe die show aangekleed gaat worden, ja, ze zegt je komt het zien. Dat is in oktober. Ja. We staan hier in het Gelderdome in Arnhem. Nou, alleen de Richie deed het al, Paul de Leeuw stond er al, Diana Ross. En is dat dan Nick en Simon? Dat is toch iets. Dat moet iets fascinerend zijn. Ja, dat verwacht je niet als je voor het eerst de pedaal oppakt. En dat verwachten wij ook zeker niet voor het eerst op straat of op de school. Maar nu zijn er dus in het stadion bij de Even terug naar het vierkant. Die stonden 4x4 in concert. Dat moet al hier aan Antwerpen. En dat zat gewoon pastens vol. Ja. Hoe fijn was Antwerpen in jouw tour? Dat was heel fijn. Sterker nog, dat was zo fijn dat we er een vervolg aan willen geven. Rond november reizen we weer af naar de kamp. Om precies te zijn, 20 november, 27 november en 3 december gaan we Antwerpen, Gent en Hasselt. Dat wordt een zeer speciale theatertour 4 alleen in Vlaanderen. Ja, inderdaad. Dus dan moet iedereen gewoon naartoe komen. Zeer exclusief. Absoluut. Mag ik jou een vraag stellen? Uiteraard. Waarom staan we bij de bavianen? Dat is een zeer goede vraag. Wat hebben jullie met de bavianen? Enfin, buiten dat ze een gat worden snappen te zien. Nou, ik zie dat ze allemaal gewoon in blote kont lopen. En dat is toch in een interview. Dan sta je ook eigenlijk altijd een beetje met de billen bloot. Het is een beetje speciaal natuurlijk, hè, de bavianen. Ja. Ze staan aan het schijnt, zie je, bij de mensheid. Dat is te zien. Ze staan best dichtbij inderdaad. Dus, ja, je voelt ook de band met de Baviaan. Misschien inspirerend voor een volgende song. Wellicht, de Baviaan. De Baviaan of iets met Dylan en Bloot. Maar enfin, dit geldt terzijde. Lieve vrienden, we zien jullie dus op de theatertour, op de 4 theatertour in Antwerpen, Gent en Hasselt. www.sherpa.be 070 25 20 20. Gewoon even een echt onnoembaar. Hoe belangrijk. Plaatsen zijn beperkt. En deze nieuwe serie. Wij zijn dan een Baviaan. Hij was al nummer 1 in Nederland. Ja. En volgens mij wordt het ook wel onoverklaarbaar in Vlaanderen. Laten we dat hopen. We gaan het allemaal zien gebeuren. Gasten, merci. Dankjewel. Veel plezier. Dankjewel. Merci.